Hallo allemaal. Nou, hier is professor Explosie dan weer. En ik hoop dat jullie genoten hebben van het vorige proefje. En ook vandaag weer ben ik hier in City Life Church met dit schitterende laboratorium. We zijn alweer allerlei leuke explosieve stofjes aan het mengen geweest. En ook voor vandaag... we willen lekker mengen doen, hè. En ook voor vandaag hebben we iets explosiefs meegenomen. En, want we hebben het vandaag over emoties. En emoties kunnen wel eens explosief zijn. Daarom hebben we meegenomen voor vandaag als proefje. We hebben hier Coca-Cola Light. Coca-Cola Light. En we hebben Mentos Fruit. En nu heb ik ontdekt bij mijn vele proefjes en ontdekkingen... dat als je dit bij elkaar doet, dat er een vrij explosief goedje ontstaat. En hoe kunnen we dat enigszins veilig doen? Want ja, we gaan natuurlijk wel voor veiligheid. Daar heb ik iets bedacht, zodat je het zo veilig mogelijk kan doen. Nou, we hebben daarvoor nodig je dopje van je fles en een satéprikker. Als je een klein gaatje maakt in het dopje van je fles... en je steekt daar de satéprikker dwars doorheen... dan kun je dus uiteindelijk aan die satéprikker kun je allemaal mentosjes stoppen. Dus die ga je er zo aandoen. En die ga je er zo aandoen. Ook dan heb je weer nodig dat je een gaatje maakt in je mentosje. Want ze gaan er vrij moeilijk aan. Maar als je dat goed gedaan hebt, dan krijg je dus deze spectaculaire satéprikker. Met 4 mentosjes aan je dop. En wat kunnen we dan doen? We stoppen het zo in de fles. We draaien de dop erop. En als we er dan aan gaan trekken... Ja, ik sta natuurlijk wel in mijn lab. En ik wil mijn lab enigszins heel laten met al die explosieve stoffen hier. Dus daarom doen we nu... Ja, we doen hem er wel even op. Maar ik ga er niet aan trekken. Dat gaan we buiten doen. Want één grote klap en er is geen lab meer. Ja, ja, daar zijn we dan buiten. Op een geheel veilige plek. Het op draaien we er vanaf. Doen we natuurlijk heel voorzichtig. Dat er niet al te veel gas kan ontsnappen. Dan hebben we onze prikker. Die zetten we er heel voorzichtig op. En die gaan we vastdraaien. Goed vastdraaien. En nu is de truc. Nu gaan we aan de prikker gaan we draaien. En dan gaat het gebeuren. 1, 2. Wow! Dat is een echte spuiter, jongens. Kijk, is dat een reactie of niet? Een echte reactie. Het is ook echte cola. Hoi. Waarschijnlijk als je een beetje gaat schudden... wordt het toch gezelliger. Hoppakee. Is het nou klaar? Nee. Nou, dat was dus 2 euro aan cola. Ik heb er nog één klaar liggen en ik heb het gaatje heb ik iets groter gemaakt. En kijken wat voor effect dat geeft. Want ja, het is natuurlijk leuk om een beetje te experimenteren. Dus we pakken nu een andere fles. En we gaan weer gaan hem er weer instoppen. We draaien hem goed vast. 1, 3. Wauw! Die is nog leuker! Wauw! Ja, dat was hem dan. De Mentos met Coca-Cola Light truc. Misschien heb je nog ideeën om iets anders uit te voeren. Ik zou zeggen, probeer het eens samen met je vader of moeder. Het geeft in ieder geval een heleboel plakkerig spul op de grond. Wauw, ik ben zo blij dat het proef gelukt was. Super gaaf, jongens. Tot de volgende keer.